Bij een ongeval met een bierfiets is maandagavond in Eindhoven een 24-jarige man uit Nuenen om het leven gekomen. Het slachtoffer was speler van een voetbalelftal uit Nuenen dat gisteren kampioen was geworden. De rit waarmee ze dat vierden eindigde rond 6:30 op dramatische wijze bij de overweg aan de Tongerense straat in Eindhoven. Nog onduidelijke wijze was de fiets klem komen te zitten tussen de spoorbomen. De medespelers van de man wisten op tijd weg te springen, maar hij zelf redde dat niet en werd gegrepen door de aanstormende trein. Van een bierfiets bleef niets meer over en het treinverkeer moest na het ongeval urenlang worden stilgelegd. Passagiers werden door de NS met bussen vervoerd en de politie is begonnen met een uitgebreid onderzoek naar de volledige toedracht van het drama.